Hey guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dadelijk ga ik nog een keer mijn intro doen, want ik ga dadelijk de video online zetten. En ik zette dit er heel even snel tussen, want een maand geleden, iets van 3 weken denk ik. Ik weet het niet precies, maar ongeveer een maand, minder dan een maand geleden was moederdag. En ik heb dus uiteindelijk, ik moest de moederdag special maken. Heb ik ook uiteindelijk gedaan. Maar ik heb hem niet online gegooid. Want dan had ik weer problemen met mijn computer. En weet ik veel wat ertussen was gebeurd. Toen had ik het weer druk. En toen was ik het vergeten. En ja. Nou. Dus dit was eigenlijk de moederdag special. Maar ondertussen is het ook een beetje een vaderdag special. Want ja, het is morgen vaderdag. En de tips die ik geef in deze video kun je dus in principe ook voor vaderdag gebruiken. Dus dit is eigenlijk een video voor als je moederdag was vergeten. Dan kan je nu nog eigenlijk deze tips kan je nog aan, voor moederdag gebruiken. Zo, dat was moeilijk niet. Maar je kunt het ook voor vaderdag gebruiken. Misschien ben je nog net op tijd, kan ook. En anders doe je het later. Dat kan in principe ook wel. Wees lekker creatief. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips. En excuus voor de hele late moederdag special. Maar hey. Het is voor als je moederdag was vergeten, hè? Net als mij. Dus ja, veel kijkplezier. Hey guys, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een moederdag special voor jullie, maar het was gisteren moederdag. Hoe zit dat? Nou, ik ga het jullie vandaag uitleggen. Nu. Ik ga jullie het nu uitleggen. Deze video is speciaal voor de mensen die moederdag zijn vergeten. Of geen cadeautje hadden, omdat ze geen tijd hadden. Of ze zijn het gewoon zo vergeten, of... weet ik veel wat. Maar dit hoeft niet per se een video voor die mensen te zijn. Het zou ook inspiratie kunnen zijn voor de verjaardag van je moeder. Of verjaardag van andere mensen. Voor vaderdag. Voor hun verjaardag. Dat kan ook natuurlijk. Dus ja. Laten we beginnen. En wat helemaal perfect is. Is om vandaag eigenlijk niks te doen voor je moeder. Waarom? Je gaat dit een andere keer doen. Waardoor je moeder super boos wordt. Dat was bij mij vorig jaar het geval. Ik was serieus moederdag vergeten. Maar dat is juist goed, want als je dan, volgens mij heb ik echt een hele erge echo in deze kamer. Wow, echo. Oh ja, trouwens jongens, ik heb mijn muur geverfd. Maar dus als je het vergeet en je moeder is super boos en je gaat ineens een verrassing doen, dat is dus super onverwachts. Dus dan heb je moeder extra verrast, zeg maar. Het kan eigenlijk ook gewoon een andere keer, niet ineens een half jaar later of zo, maar een weekje of zo. En dan heb je meer voorbereidingstijd eigenlijk, dus ja. Nou, wat je dus kan doen is... dit is bij ons heel typisch. Bij anderen blijkbaar niet. Maar wij doen altijd ontbijt op bed. Maar dus ontbijt op bed is bij ons gewoon eigenlijk best wel normaal. En niet echt een bepaalde verrassing meer. Maar bij anderen niet. Dus dat kan je doen. Trouwens jongens, ik weet niet of jullie het zien. Maar ik heb hier vlekken op mijn armen. Dit is verf. Ik krijg het er niet af. En het brandt. En ja, ik ga niet verder weghalen. Want anders gaat het nog meer branden. Dus... ja, ik kan hier niet zoveel aan doen. Ik ga straks weer verder ermee. Sorry. Nou, moeders die steken heel veel hun tijd in schoonmaken, werken, verzorgen van kinderen, verzorgen van de papa. Als die tenminste in het plaatje is. Nog meer schoonmaken. Althans, zo is het bij mijn moeder een beetje. Mijn moeder heeft niet echt tijd voor hobby's en zo. Dus ik weet wel van mezelf. Mijn moeder die deed vroeger heel veel met muziek en zo. Wat je kan doen is eigenlijk, als jouw moeder ook zo is en nooit echt tijd heeft voor de hobby, je kan haar een oude hobby laten doen. Wat nou als jij vroeger bijvoorbeeld schilderde en je doet het nu ineens, je vindt het hartstikke geweldig. Dus wat nou als je dat je moeder laat doen? Want zeggen ze van, mam, je cadeautje, hier, schilderspullen. Je gaat nu schilderen. Je moeder is bezig met schilderen en die vindt het helemaal geweldig. Ik vind zelf als cadeau vind ik momenten veel leuker en beter dan echte dingen die je koopt. Oké, wat je ook kan doen is je moeder gewoon een rustdag geven. Want mijn moeder is best wel veel bezig met schoonmaken en zo van het huis. Aangezien wij hier echt een tyfusbende maken. Dus wat je kan doen is je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Maar gewoon zeggen met het hele gezin, jongens... mam gaat vandaag gewoon niks doen. Wij gaan vandaag gewoon het huishouden regelen. Dan heeft je moeder tijd voor zichzelf. Want mijn moeder die heeft echt volgens mij nooit tijd voor zichzelf. En dan gaan wij gewoon lekker, of jullie, je familie, gaan het huishouden regelen voor een keer. Wat ook leuk is om te doen. Dit is niet echt, misschien bij mijn moeder, ik weet het niet echt. Maar om een dagje uit te gaan, want wij zijn al echt
heel lang niet als familie weg geweest. En als je als familie weggaat, dan is dat echt geweldig. Vooral zijn moeder. Het lijkt net alsof ik uit ervaring spreek, maar dat is niet zo. Ja, misschien zeg maar zoiets als naar Walibi gaan of zo is niet echt iets voor mijn moeder. Ik weet, mijn moeder is vaak buiten, want zij doet hondensport. Dat is het enige wat ze eigenlijk doet, eigenlijk voor zichzelf soort van. Maar ze vindt het geweldig om met honden bezig te zijn en zo. Dus wij zouden dus als familie naar een of ander bos kunnen gaan of zo, park. En met de honden daar zitten, iets van picknick of zo, en spelen en weet ik veel wat. Dus ja, dus mijn voorbeeld even toegepast op mijn moeder. Dit is iets wat ik vandaag ga doen en dat is een diner klaarmaken. Ik ga vandaag koken, voor het eerst, in mijn eentje. Zeg maar, ik kan wel dingen maken als een gebakken ei, confituren, ik kan geen pizza opwarmen, maar dat, zelfs pizza verbrand ik. Maar vandaag ga ik gewoon een serieuze maaltijd in mijn eentje klaarmaken. Voor degenen die nieuw zijn, ik ga kipfilet maken, aardappels en zuurkool. Drie dingen waar mijn moeder van houdt is. Ik heb dit trouwens allemaal in de les bedacht. En dat was eergisteren. En nu heb ik hier iets opgeschreven. Maar ik snap het niet. Hier staat zelf maken wat bij haar hoort. Oké, ik denk soort van wat ik snap wat ik ermee bedoel. Bijvoorbeeld, mijn moeder houdt ook van fotografie. Dus bijvoorbeeld, ik zou dus aan mijn moeder dus een fotoboek kunnen geven. Een simpel fotoboek, dat zou kunnen. Maar wat ik ook zou kunnen... Wat gebeurt daar? Wat ik ook zou kunnen doen, is dat fotoboek helemaal mooi maken, versieren en alles. En misschien ook een beetje in haar stijl en zo. Dus gewoon even iets leuks maken van het fotoboek. Dan gewoon even een simpel fotoboek kopen en... geven. Ja, want je hebt er toch weer tijd en liefde in gestoken. En ja, dat is gewoon leuk om te krijgen eigenlijk. Oké, dus dit waren eigenlijk de dingen die ik heb opgeschreven in de les. En een beetje heb bedacht wat je kan doen voor moederdag. Ik hoop dat jullie en je moeder natuurlijk een fijne moederdag hebben gehad. Of dat je moeder geniet van je cadeau. Of wat voor emotie er ook bij kan zijn. Als het maar tenminste positief is. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog als je de video leuk vond. Wil je meer video's van ons zien? Klik dan vooral op het abonneerknopje hier beneden. En wil je nog meer video's van mij zien? Klik dan ook even hier beneden op het linkje in de beschrijving. Want dan kom je uit op mijn kanaal waar je nog meer video's van mij hebt. Ik zie jullie later. Doei!